Ik ben Axel Top dat je erbij bent en dan heb ik het natuurlijk over de laatste Blocks update voor deze week die je terug kunt kijken op het YouTube-kanaal van Blogs en terug kunt luisteren op het Spotify-kanaal van Blogs. We gaan vandaag deze vrijdag kijken naar de laatste nieuwtjes, de belangrijkste ontwikkelingen, alles dat wat betreft crypto en economie eh, belangrijk is om te weten, bijvoorbeeld om je investeringsstrategie op aan te passen. Vandaag gaan we bijvoorbeeld de retail-interesse zien die echt weer terug lijkt te komen in crypto en dat is een heel belangrijk punt gebleken in de vorige bull markets. Solana die knalt ook zomaar even 13% omhoog in de afgelopen 24 uur. Blackrock komt voorbij, Tesla komt voorbij. En ook de ECB komt voorbij. Laten we voor vandaag gaan starten met min of meer de stelling. De retail interesse keert terug bij Bitcoin. Is dat zo? En als dat dan zo is, waarom denken we dat? Nou, daarvoor kunnen we in ieder geval naar een aantal belangrijke punten gaan kijken. Uh, belangrijke data die vanuit de markt verzameld is. Waar je deze conclusie aan zou kunnen gaan verbinden. Zoals bijvoorbeeld het handelsvolume van bitcoin. En dan bedoel ik niet zomaar het handelsvolume. Maar specifiek het handelsvolume op de gecentraliseerde exchanges. Dat is namelijk naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd toegeknald. En als we dat allemaal op een hoop gaan vegen en even gaan berekenen, komen we uit op zo'n 46,26 miljard dollar. En alleen al Bitcoin, dat is verhandeld. Dan hebben we het wel over 5 maart. Dat was daarin de absolute piekdag. En dat is één van de tekenen die dus bijdraagt aan het idee dat de retail langzaam maar zeker weer terug aan het komen is binnen de markt. We hebben overigens ook de dag daarna wel weer een meteen een daling daarvan gezien. Uh, toen vielen we terug naar zo'n 31,32 miljard dollar op 6 maart, maar nog steeds zijn dat hoge bedragen en hoge percentages. Maar goed, de, of het handelsvolume op de grote gecentraliseerde exchanges is dus gigantisch hoog. Het grootste deel daarvan komt voor rekening van Binance, namelijk zo'n 74 procent, zo'n 18 miljard dollar. En al met al zijn dat spotvolumes die zo'n 680 procent hoger liggen dan het begin van dit jaar. Ja, uh, dat viel natuurlijk ook samen met het bereiken van de all-time high van Bitcoin. Uh, uiteindelijk ook de spot ETF's die daardoor hoogtepunten wisten te creëren van zo'n 10 miljard dollar aan volume dat werd gedraaid op diezelfde dag. Dat was dus in alle opzichten een piekdag. Maar waarom zou je dan kunnen zeggen van nou retail keer terug? Omdat dit dus echt de gecentraliseerde exchanges betreft. Dus daarnaast, want dat staat er eigenlijk los van, zie je ook dergelijke gigantische percentages en gigantische bedragen. Wat betreft handelsvolume bij de ETF's. Nou, dat is dus een los verhaal. Dus eigenlijk alles wat op de exchanges, met name op de gecentraliseerde exchanges gebeurt, Zouden dus kunnen zeggen dat het staat voor het overgrote deel uit kleiner volume, uit uh, retailhandelsgedrag bijvoorbeeld. Dus dat is daarom belangrijk, omdat dat naast elkaar beide op zo'n hoogtepunten terecht is gekomen. Nou, uh, daarmee hebben we dus ook een goede poging gedaan aan de deal Altam High. Dat maakt natuurlijk het sentiment weer helemaal bruisend in de markt. Is gelukt, iets daaronder weer. Maar nou goed, wie weet kunnen we daar binnenkort een uh, nieuwe poging toe gaan doen. Maar al met al blijkt dat hieruit, en daarnaast nog een belangrijke omstandigheid. Als we bijvoorbeeld ook uh, gaan kijken, overigens, dit is de grafiek die dus hoort uh, bij de zaken die naar de exchanges toe zijn gegaan. Daar gaan we zo meteen ook nog even naar kijken, want dat is een belangrijke. Maar ook deze, de adressen waar meer dan 10 dollar op dit moment aan Bitcoin waarde op staat. Want ook dat is stevig aan het groeien. Hebben we een all time High in bereikt. Dat gebeurde 6 maart. Namelijk 35 miljoen van dergelijke adressen die we op dit moment op de blockchain kunnen tellen. Ook dat is dus een belangrijke data-omstandigheid die bijdraagt aan het retailpubliek. De overtuiging dat het retailpubliek weer begint te komen in de markt. Nou, signaal dus ook dat in het verleden vaak heeft gewezen op deze beweging. Dus daarom dat het extra belangrijk is om erbij te betrekken. We hebben dat in 2017 ook gezien, namelijk die samenloop van omstandigheden. Wat het absolute startschot bleek voor een boelmarkt. En ook in 2021 is dat opnieuw gebeurd. Uh, het aantal Google zoekopdrachten, dat is weer een belangrijke daaraan onderliggende omstandigheid. Nou, dat neemt ook weer stevig toe. Zit aardig in de lift. Dat kunnen we toevoegen aan die mix, waarom dat er hier dus op lijkt. Maar dan nu wel even door naar deze, die ik er net iets te vroeg bij pakte. Uh, namelijk de hoeveelheid Bitcoin die weer naar centrale exchanges toe wordt gestuurd. Want dat staat hier weer een beetje haaks op. Dat neemt namelijk ook stevig toe. Dat gaat vaak gepaard met het bereiken van een top in de waardeontwikkeling van Bitcoin. Dat zie je ook terug in deze grafiek. De zwarte waarde is de prijs van Bitcoin in dollars uitgedrukt. En uh, deze gele oranje lijn zijn de exchange deposits, oftewel alles dat in dit geval bij Coinbase, dus wordt gedeposit voor gebruikers. Wordt dan in veel gevallen klaargezet om bijvoorbeeld weer te verkopen of verder te gaan verhandelen op de beurs. En daarom zie je dat het ook in veel gevallen samengaat met een top voor de prijs van Bitcoin. Dan wordt dan weer meer verkoopdruk gecreëerd. Dat zorgt ervoor dat die prijsstijging afvlakt en uiteindelijk dus mogelijk weer wat gaat dalen. Nou, dat is een omstandigheid die we nu even goed in de gaten gaan houden. Dit draagt natuurlijk ook bij aan dat verhoogde volume bij die centrale exchanges. Dus je ziet ook dat het over het algemeen een hele lange aanloop kan kennen, dat dat een hele lange toename kan zien voordat we echt die top bereiken. Dus wat dat betreft is er nog meer dan genoeg ruimte ook in dit opzicht. Maar dit zijn dus de belangrijkste omstandigheden die uh, dat gevoel in de markt van hele retail keert langzaam maar zeker weer terug ondersteunen op dit moment. En dat is dus een zeer belangrijk punt, een zeer belangrijke voorwaarde in veel gevallen voor een verdere groei van de markt. En dat zien we ook terug bij het veel grotere niveau, namelijk bij BlackRock. Want die zijn ook weer volledig aan het inzetten op Bitcoin producten. Waarom? We hebben namelijk een nieuwe aanvraag ingediend bij de SEC, bij de toezichthouder in de VS. En daarom vragen ze de SEC om goedkeuring om Bitcoin eh, ETS te gaan opnemen in het Global Allocation Fund. En dat is een belangrijke. Um, hoe dat er dan uit gaat zien is uh, dat ze dus uiteindelijk ook aan de reguliere beleggingsportefeuilles Bitcoin ETS willen kunnen gaan aanbieden en dat ze zelfs standaard in kunnen gaan opnemen. Dat houdt deze aanvraag die ze hebben ingediend bij de SEC concreet in. Dus dat is. Serieus, groot en goed nieuws. Het is overigens niet de eerste keer dat ze dit uh, doen. We hebben dit eerder gezien. Toen hebben ze een aanvraag ingediend om dit te mogen doen bij hun Strategic Income Opportunities Fund. Daaruit blijkt dus dat ze echt serieus in de hele breedte deze mogelijkheden willen gaan aanbieden en ook aan het uh, verkennen zijn. Nou, dat houdt dus in dat zij in die andere investeringsfondsen, dus Bitcoin-ETF's, willen gaan aanbieden en dan met name Bitcoin-ETF's die. Direct Bitcoin aanhouden, die dus één op één de koersbewegingen van Bitcoin volgen, zoals het hoort natuurlijk. Um, en dat uh, moet dan dus voor eigenlijk alle investeerders wereldwijd extra diversificatie gaan bieden. Dus behalve dat dat Global Allocation Fund belegt in uh, bijvoorbeeld aandelen, obligaties, zal dat straks dus ook in Bitcoin ETF's gaan zijn als het aan BlackRock ligt. Ja, is de SEC er al uit? Nog niet. Op dit moment is er nog geen uh, uitspraak over geweest. Er is in ieder geval nog geen goedkeuring binnen. Maar het is een belangrijk signaal vanuit BlackRock gezien dat ze dit dus maar al te graag in de hele breedte willen gaan aanbieden. En omdat dit BlackRock betreft, is dit dus ook een heel belangrijk signaal voor eigenlijk alle andere vermogensbeheerders in de wereld. Die dat dan mogelijk ook eerder aandurven. Zeker als ze hiervoor dus een daadwerkelijke goedkeuring gaan krijgen vanuit de SEC. Maar dat is nog even afwachten. Nou, Bitcoin gaat dus aan alle kanten lekker, maar als we iets verder naar beneden op de CoinMarketCap-lijst gaan kijken, dan zien we ook opvallende uh, prestaties van Solana, want die knalt ook zomaar even met 13% omhoog. Hoe dat komt? Nou, dat heeft in dit geval veel te maken met Pantera Capital. Dat is een behoorlijke partij, beheert zo'n 5,2 miljard dollar aan vermogen. Wat willen zij gaan doen? Zo'n 250 miljoen dollar, een kwart miljard dus, in Solana gaan stoppen en dan specifiek Solana-tokens die ze willen gaan overnemen van het failliete FTX. En daar zit dan een belangrijke voorwaarde aan, want omdat ze het van FTX willen gaan overnemen, willen ze dat tegen een korting van zo'n 39% dus gaan aankopen. En daarmee willen ze dan uh, zo'n 59,95 dollar per token gaan betalen. En dat terwijl Solana op dit moment nog een heel stuk hoger staat. Dat betekent als jij als investeerder hieraan mee wil gaan doen, dat je wel bereid moet zijn om die tokens tot vier jaar vast te gaan houden. Dat is wel een van de voorwaarden die ze eraan hebben gesteld. Dat blijkt in ieder geval uit de communicatie vanuit Pantera, een Solana-fonds, dat ze vorige maand naar investeerders hebben gestuurd, waarin ze al het een en ander uit de doeken deden. Nou, daarmee willen ze dus een deel van die boedel van FTX gaan overnemen tegen een gereduceerd tarief. En dat zou misschien ook voor FTX, hoe raar het ook klinkt, best een goede deal kunnen zijn. Want FTX zou volgens Plantera in ieder geval nog tenminste 41 miljoen Solana-tokens bezitten. Dat is zo'n 5,8 miljard dollar waard. Eh, is daarmee ook zo'n 7% van de totale voorraad Solana, überhaupt. Zo'n 9% van wat er nu in omloop is aan Solana. Dus dus een enorm percentage van de markt. FTX kan er natuurlijk ook niet zo 1, 2, 3 van af en heeft dat geld wel hard nodig. Het is mogelijk dat dit voor beide partijen een hele goede deal kan zijn. In ieder geval lijkt het een goede deal te zijn voor de uh, hele crypto community, want de Solana-koers gaat bijvoorbeeld weer lekker. Überhaupt zien we dat sinds het faillissement van FTX er veel is gebeurd. Het uh, hoogtepunt van Solana heeft ooit gestaan op, uh, oh nee, sorry, het laagtepunt juist op 17,84 sindsdien ook nog onder de 10 dollar gezakt, maar staat nu weer op zo'n 142,51 Dat is nadat we dus de afgelopen 24 uur zo'n 13 weer een extra waarde zijn toegenomen. Dus er is heel veel gebeurd van minder dan 10 dollar naar bijna de 150 dollar, eh, waarvan de laatste rally dus is ingegeven, zo lijkt het door dit nieuws. Ja, en Pantera zou al verschillende geïnteresseerden hebben om dus mee te doen aan dit fonds. Uh, hele specifieke cijfers, die deden ze nog niet. Maar er is dus wel interesse. En dan hebben we het ook meteen over stevige partijen. Want de minimale investering hierin is 25 miljoen dollar. Dat zou dus betekenen dat ze eh, maximaal 10 verschillende participanten kunnen kennen. Ja, dat brengt Pantera zelf ook nog een kleine vergoeding over in rekening, zo'n 0,75% en ook nog een prestatievergoeding van 10%. Dus ook Pantera wordt er niet bepaald slechter van. Nou, daarom lijkt het dus goed te vallen bij de markt op dit moment zorgt dat voor dat extra duwtje in de rug op weg weer naar die hoge waardes voor Solana. Nou, waar we ook nog groei zien die zeer onverwacht komt eigenlijk, is mogelijk bij Tesla. Wat daar aan de hand is gaan we hier bekijken, want de Tesla Bitcoin wallet lijkt stevig te zijn gegroeid. En dan vraagt de markt zich een beetje af, is Elon weer wakker geworden en is hij stiekem eh, langzaam maar zeker met Bitcoin aan het inkopen? Nou, het is dat op basis van de bevindingen van Arkham... Um, want die zeggen namelijk dat de Bitcoin wallet van Tesla op dit moment een verhoogd aantal Bitcoin heeft. Ja, ze zouden nu namelijk zo'n 11.500 Bitcoin hebben, in ieder geval dus op adressen die aan Tesla gelinkt zouden kunnen worden, volgens Arkham. En dat is een stuk meer dan er op stond, uh, of in ieder geval op de balans stond in het laatste kwartaalverslag. Stuk minder overigens nog van de eerste keer dat ze inkochten. Dat was in 2021. Toen kochten ze voor zo'n anderhalf miljard dollar aan Bitcoin. Nou, een tijdje daarna hebben ze een groot gedeelte daarvan verkocht. Nou, toen bleek dus dat ze uiteindelijk toch nog uh, wat Bitcoin op de balans zouden staan. De 9720 stuks die al verschillende kwartaalrapportages terugkomen. Maar in de aanstaande zouden er dus wel eens veranderingen kunnen worden aangebracht. Aangezien het lijkt dat dat er nu weer 11.500 zijn. Nou, we hebben dus nog geen reactie van Tesla gehad. We weten nog niet precies wat hier gaande is. Er zijn dan ook verschillende um, ja, theorieën die erover rondgaan in de markt op dit moment. Namelijk gewoon simpelweg: ja, Tesla is weer Bitcoin aan het bijkopen. Het zou ook nog kunnen, wat hier en nou daar wordt besproken, dat het een boekhoudkundige fout is geweest. Die of nu juist is opgetreden of waarschijnlijker zou dan zijn in de verleden rapportages ook andere verklaring staat ook nog open. Het zou ook nog bijvoorbeeld kunnen zijn dat het iets te maken heeft met de waardestijging dat het op een rare manier wordt weergegeven. Moeten we nog even afwachten. Officiële reactie is er nog niet, maar er lijkt dus wel weer iets te borrelen en ook dat zou ongetwijfeld weer een mooie impact kunnen gaan hebben op de markt als dat echt waar blijkt te zijn. Wat dan weer een klein beetje tegenvalt is dit laatste bericht afkomstig vanuit de ECB. Want ze hebben gisteren namelijk besloten dat ze voorlopig de rentetarieven nog niet gaan verlagen. Wat dat de markt daar wel vurig op hoopte dat het op een hele korte termijn zou gaan gebeuren, ja, is dat nog niet uh, aan de orde. Nou, zeggen ze een inflatie die gaat wel de goede kant op, die zakt steeds meer richting de 2%. En dat is natuurlijk een percentage wat het de ECB op aanstuurt. Uh, maar om nu al te gaan verlagen, dat durven ze dus nog niet aan. En daarmee blijft die rentestand nog steeds op die recordhoogte van 4% staan, waar dat na 10 verhogingen uiteindelijk op terecht is gekomen. Uh, nou, dat heeft inmiddels dus wel effect gehad, aangezien die inflatie nu is teruggezakt naar zo'n 2,6%. En de eerste voorzichtige schattingen vanuit de ECB die gaan ervan uit dat we in 2025 volledig terug zijn op die 2%. Denk je, waarom houden ze dan niet tot die tijd simpelweg de rente zo hoog? Dan weet je het helemaal zeker. Ja, dat zorgt dus ook dat de economie wel afzwakt. Want investeringen in allerhande zaken, zoals bijvoorbeeld ook in crypto, die nemen daarmee wat af. Geld lenen is duurder, dus er is minder beschikbaar in dat opzicht. Daardoor hebben we in Nederland bijvoorbeeld de afgelopen jaren een kortstondige recessie gekend. Nou, daarom is het dus ook weer lastig om dat eindeloos aan te houden. Daarom is de verwachting inmiddels dat de verlagingen nog wel gaan komen, maar dus nog niet nu. Uh, dat durven ze nog niet aan. Dat zal wel later dit jaar, mogelijk vanaf juni, alsnog gaan gebeuren. Dus dat is dan weer het gouden randje hieromheen: dat er weer een misschien wel iets concreter punt in de toekomst is waarop de markt dat wel mag gaan verwachten. Uh, maar tot nu toe durven ze nog niet aan. De reden die ze daar zelf voor hebben gegeven bij de ECP is dat ze er loonsverhogingen nog verwachten in de loop van dit jaar. En dat zou dus de inflatie weer iets verder omhoog kunnen gaan drukken. Als ze dan nu al starten met het draaien aan de renteknoppen, is dat dus mogelijk iets te vroeg en kunnen ze dat daarna weer moeilijker bijsturen. Dus vanuit ECB hoeven we dat nu nog niet te gaan verwachten. Maar ja, ondertussen lijken de koersen, koersen van Bitcoin zich daar weinig van aan te trekken. Dat gaan we hier zien op tradingview.com. De dollarwaarde van Bitcoin waar dat we het dan over hebben. Uh, de dagcandles waar we naar gaan kijken en de data afkomstig van Bitstamp. Ja, wat gaan we daar dan zien op die dagkendels? Dat we namelijk ook vandaag weer met een mooie plus te maken hebben. De kendel van vandaag, die noteert namelijk een plus van 1,03% tot zover. En dat betekent dat we ook weer stevig boven de 67.000 dollar aan het handelen zijn. 67.638 dollar om heel precies te zijn op dit moment. Ja, en dan zijn we dus wel serieus... Langzaam maar zeker weer op aan het werken, omhoog aan het kruipen naar die high niveaus die we nog maar drie dagen geleden hebben aangetikt. Dit is de derde dag op rij dat we dus weer met groene cijfers te maken hebben. Twee dagen geleden was dat na die flinke daling. Plus we 3,64%, gisteren 1,24% en vandaag dus ook weer een ruime 1% tot zover. Hoge hoogtepunt hebben we nog niet weten te bereiken, want dat lag gisteren namelijk op 68.000 dollar en 61 dollar. Vandaag ligt dat nog op 67.815 dollar in de buurt. Nog net niet bovenuit, maar gelukkig zien we wel een overtuigende oplopende supportlijn. Dan zien we dus al vier dagen op rij wel veel hogere laagtepunten noteren. Voor vandaag bijvoorbeeld, om dat beeld ook even compleet te maken. 66.863 dollar, het laagste punt vandaag voor de handel. Dus dat is helemaal niet verkeerd natuurlijk. Gisteren lag dat namelijk nog in de 65.000 en de dag daarvoor in de 62.000. Die dag daarvoor, uh, ja, 59.313 dollar. Dus er gebeurt een hoop positiefs nog steeds in de markt. Zijn dus weer op weg omhoog aan het bewegen naar die all-time High-niveaus? Of we dat in deze dagen weer kunnen gaan breken? dat is maar zeer de vraag. Want in het weekend is het namelijk relatief rustig in de markt. Dat hebben we recent ook gezien in nieuw onderzoek. Dat laat zien dat nog maar zo'n 13% van het volume in het weekend wordt gedraaid. Maar dat dat eerst veel hoger lag, rond de, de kwart, rond de 25%. Dat heeft veel te maken met de grote institutionele partijen. Die gewoon simpelweg lekker vrij hebben in het weekend. En op maandag pas weer gaan starten met de handel. Dus het wordt spannend wat er vandaag nog allemaal kan gaan gebeuren vanuit die grote partijen. Het weekend zou daarom wat rustiger kunnen zijn. En dan in de loop van volgende week, dat we dus mogelijk nog verdere verhogingen kunnen gaan zien. In het beste geval. In het slechtste geval gaan we hier natuurlijk alsnog naar beneden afbuigen. Zullen we mogelijk hier op die 63.000 opnieuw moeten gaan testen als we dit sentiment voor nu niet kunnen gaan vasthouden. Zo, jij bent in ieder geval weer volledig op de hoogte. En ook voor de volgende week, iedere werkdag, ga ik dat uh, voor jou regelen. Dat je volledig op de hoogte bent en blijft. Dat vind je namelijk op het YouTube-kanaal en op het Spotify-kanaal dagelijks dus. Blogs update terug. Uh, zorg dat je erbij bent. Dat is eigenlijk de enige tip die ik je op dit moment kan geven. Ik kan het wel nog gemakkelijker voor je maken, namelijk door je even te subscriben op onze kanalen. Dan ben je er gewoon altijd als allereerste bij. Sowieso goed dat je er vandaag weer bij was. Ik wens je voor nu een prachtig weekend toe. We gaan er ontzettend van genieten. Dan spreek ik je, je maandag gewoon weer en wie weet wat we dan weer allemaal voor viewer kunnen verwachten. Tot dan, doeg!